nogmaals hartstikke welkom. We gaan zo meteen naar de Veerhaven, dan heel specifiek kijken naar fase 3, de scheepspottersplek. Veerhaven, ik heb hier ook al een paar keer gestaan toegelicht van wat we eigenlijk allemaal van plan zijn met de Veerhaven. Ik denk dat het een beetje overbodig is om dat allemaal nog een keer te herhalen. Wat ik wel belangrijk vind is in ieder geval dat we heel trots zijn over het resultaat wat tot nu toe opgeleverd is. Ik zat hier al een kwartiertje en ik hoorde iemand zeggen, je bent nog niet in slaap gevallen, je bent nog tijd wakker geworden. Dat klopt. En dat is exact de bedoeling van hetgeen wat we hier zien. Even onthaasten als je vanuit je kale en kille kantoor komt na werktijd, ga je even zitten, krantje mee en dan kan je hier heerlijk relaxen. Dat moet je echt eens doen, serieus. Ja. Een simpel uitholding gedaan En de rest was er al. Ja, dat is duidelijk. Hey, en bewust in deze opstellingen neergezet? Zaterdag. Zeker. Oh, okay. We hebben eigenlijk verschillende richtingen in het landschap bepaald, dus dat je aan de plek hebt. Ja, klopt. Ja, we hebben elkaar al heel even gezien toen we hier... Ja. Maar ik ben inderdaad hier aangekomen. Ik was hier nog niet geweest. Ik vind het echt helemaal te gek. Ik heb even hier gezeten. Waarom? Dan zit je uit de wind. Heerlijk, want de wind komt vandaar. Nou, daarna ben ik toch even in het zonnetje gaan zitten. Nou, je kan inderdaad alle kanten op. Ja, en wat is er nou mooier dan in het aan de boorden van de Westerschelde te relaxen. Ja. Hartstikke goed. Het ziet er goed uit, hè? Ik niet, maar dit ziet er goed uit, hè? Het zit lekker. En het zit goed, hè? Zo. Absoluut. Welkom lieve mensen op deze bijzondere dag. Wij staan hier op het einde van de westelijke havendam van de Oude Haven. Onder oude Terneuzenaren bekend als het eind van het hoofd. Het eind van Tof, zeiden ze in dialect. Eindelijk krijgt deze historische plek de ereplaats die ze verdient. Deze haven hier, 200 jaar geleden, gebouwd op een uitloper van een stuk harde boomse klei, aangelegd om de haven en toenmalige sluizen te beschermen. Ondanks de zeer hoge snelheden van de water op deze plaats aan de Schelde en de zeer grote diepte voor deze oude haven, blijft deze oude pier al 200 jaar onbeschadigd. Door deze grote diepte komen de grootste zeeschepen op slechts enkele meters afstand hier voorbij varen. Op weg naar en van een van de poorten van Europa. Ieder moment van de dag en nacht kan men de schepen, groot en klein, hun weg zien vinden in deze zeer drukke zeearm. Van hieruit kan men enigszins begrijpen wat
scheepsnavigatie inhoudt over deze moeilijke rivier. Hier voelt, ruikt en hoort u het water in al zijn facetten. Wij hopen dat velen dat vanaf nu ook daadwerkelijk gaan ervaren. Vanaf deze mooie plaats. Dank u. Zegt het voort. Dit is de plek waar Terneuzen is. En dit gaan we verder uitbouwen naar de rest van Terneuzen. Maar hier begint Terneuzen. En we gaan eens kijken wat ik kan betekenen in het kapot smijten van flessen. Normaal drink ik zo in. Hola! Daarnaast weet ik dat bepaalde mensen de keuze hebben gemaakt om een rondvaart te maken op de Carlot. Bij deze ook die mensen uitgenodigd om daar dan even mee rond te varen en te wachten met de oorlamp tot de Westbeer, want op zee wordt niet gedronken. Oh!